Serieus team-up, wat verwacht je? Goedemiddag allemaal en welkom bij deze Booster Box unboxing met team-up. Want ja, Renekaart heeft deze video mogelijk gemaakt in verband met dat wij dus hier een hele grote team-up Booster Box hebben. Die wij er in één keer met speed stress er doorheen gaan gooien. Er is één kaart waar ik zelf heel erg over gehyped ben. Namelijk de tag team kaart van Eevee en Snorlax. Dat is de enige kaart waar ik echt zelf op zoek naar ben. Maar voor de rest hoop ik natuurlijk ook weer hele mooie pools eruit te krijgen. Waar iedereen op zit te wachten, voornamelijk René. Dus, jeuk op mijn neus. Wij hebben altijd als ik dat op bij me ben. Ik heb weer een Eevee die hier achter me gaat lopen knuffelen. Nou, hartstikke lief, hartstikke aardig. Goed, wij gaan naar het kleine hoekje. Tijd om naar team op te kijken. Ding open te maken. En gelijk eventjes de eerste halve stapel te pakken. Goed. 36 pakjes, let's go. We gaan gewoon er snel doorheen. Wacht eventjes. Ik herinner me één ding. Ik wil heel eventjes een paar eventjes neerzetten. Kijk hier naar de Venusaur! Oké, goed. Ik moet zeggen, het design van de pakjes is zeker gelijk mooi. Venusaur en Celebi hebben er nog eentje. Ik hou ze gewoon eventjes apart. Gengar en Mimikyu. Pikachu moet weer met een legendary rond gaan hangen. Daar word je toch niet vrolijk van. Natuurlijk hebben ze altijd drie verschillende designs. Ik kan ze gewoon eventjes apart houden. Ik vind nog een drukke pakken. Gewoon al die even pakjes. Die hebben de winnaars. Die hebben de winnaars. Alle Eevee pakjes hebben de winnaars. Hoe dat is serieus. Dat ziet het niet snel. Ik vind ze echt heel grappig. Nou, weet je wat? Deze houden we heel eventjes apart. Doen we dat bij het volgende stapje ook. Daarmee gaan we eindigen. Maar we gaan gewoon eerst even beginnen met de Venusaur en Celebi pakje. Waarom ook niet? Let's go. We hebben 36 pakjes te doen. Dus ik moet gewoon ondertussen verder gaan met unboxing. Ik heb al een beetje een sneak peek gedaan van wat er allemaal in zit. Dus ik hoop dat er leuke kaarten in zouden zitten. Komen natuurlijk allemaal achter op een flat tijdstip. Ik draai eventjes de bol om en we gaan gelijk beginnen. Ik weet niet, hopelijk is het hier ook vier. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Wat gaan we doen? Je zou het zien wel. Zeg eens mooi, hè, dat je moet kijken. Nice. Oké. Fairy Energy. Een Persian. Metal Goggles. Golduck. Bronzor. Klefki. Pidgey. Imoga. Magikarp! Ik was helemaal vergeten dat ook een Magikarp in deze set zit. Reverse Holo Pidgey en... Dat was luid, ik weet het, excuses daarvoor. Nou ja, gelukkig zat hij niet in de Snorlax en Eevee pakje. Oh, juist dan. Echt van alle GX'en waar hij heeft, die nou juist een reprint. Waarom? En don't tell me dat het geen reprint is, want in de vorige boxen die wij hebben geopend, serieus, in de vorige boxen die wij hebben geopend, zat die ook niet. Of er zat er ook eentje in, en volgens mij was het in... Holstundig, durf ik niet met zekerheid te zeggen in ieder geval. Eens even kijken, mooie vuurenergie. Ik vind die energie vind ik echt heel erg mooi. Maar we gaan natuurlijk wel eventjes snel verder. Heliol, Lisk en Jasmine, Judge Whistle, Alolan Grimer, Ponyta, Mareep, Charmander, Honedge, Reverse Holo, Alolan Executor... En een Alolan Golem. Oké, nou dat is onze eerste regular rare. Aan de ene kant wel jammer, maar aan de andere kant natuurlijk heb je die er ook altijd tussen zitten. Ik hou de Magikarp heel eventjes leuk natuurlijk apart, want dat vind ik gewoon leuk om te doen. Ondertussen kijk ik wel eventjes door, mocht het iets te snel gaan, en je wilt toch een kaart even iets beter zien, ja, we hebben een pauzeknop. Sorry, dan ben ik heel eventjes... Ik bedoel, het is toch een boosterbox die we in één keer open willen maken, dus willen we er toch wel een beetje de vaart in houden. Dus, vandaar dat ik er wel een beetje wat sneller doorheen ga als normaal. Want in de duisternis lijst de troef met Grass Memory, Kakuna Ratata, Rapidash, Execute, Helioptile, Meowth, Nidoran, Larvitar, Mandarin Reverse all the way in! Een Pangoro. Ik serieus, hoeveel hebben we die ondertussen al niet gezien in de nieuwe Sun & Moon set? Wat me weer brengt bij mijn totale normale rent, waar ik dus altijd last van heb op het moment dat ik met unboxings bezig ben, is... Waar zijn de Eevees? Ik weet dat er een Tag Team GX is. Ik weet dat er eindelijk weer een keer een Eevee kaart is. Maar dat het maar gewoon elke keer die enkele kaart is wat er in zo'n set uitkomt. Ik bedoel, hoe vaak zie je wel die pitches? Hoe vaak zie je wel die ratten? Jongens, ik heb de vraag eerder gesteld, maar welke Pokémon zien jullie echt veel te weinig? Ik laat het natuurlijk even weten in de reacties. Oké, vier pakjes. Hebben we weer goed. Fighting Energy. Ja, ik vind de vuurenergie tot nu toe de mooiste.
Return Label. Ik ben heel nieuwsgierig naar die trainers eigenlijk. Kangaskhan, Cosmoom, Psyduck, Vulpix, Palmyard, Alolan Geodude, Mankey, Reverse Hollow War Turtle. Ziet er wel echt awesome uit natuurlijk. Muck. Creepy, maar weer regulier. Dat is niet echt de bedoeling. Ik wil serieus, waarom zoveel regulier, jongens? Ik bedoel, we zijn nog niet op de wacht. Ik zit hier gewoon regulier. Appeltjes groen, vind ik ook een hele mooie energie. Ingo en Emmet, geen idee wie het is. Floor Turtle, dat kan niet reverse hallo. Tauros, Alolan Grimer, Ponyta, Cosmog, Voltorb, Squirtle, reversed hallo, Alolan Executor, ook weer een reprint. Parasect? Parasect is gewoon een Eevee, dat is geen voedsel. Niet doen. Goed zo. Ik vind het ook niet als Eevee zo luistert, hè. Schat van een konijn, echt serieus. Maar goed, in ieder geval, reprint. Om daar heel even zo te hebben. Ik snap dat sommige kaarten niet reprint worden. Maar aangezien dat de Pokémon Company ondertussen al meer dan 800 verschillende Pokémon heeft, snap ik inderdaad dat sommige Pokémon niet zo vaak voorkomen. Maar wat ik dan ook niet op mijn beurt snap, is dat ik dit niet heb opgeruimd. Maar wat ik dus totaal niet snap is, waarom dan al zoveel reprints? Ik bedoel, echt serieus. Kijk nou bijvoorbeeld naar deze. Kijk naar deze reprint. Appeltjesgroen. Buff padding, oké. Kabuto. Fairy Charm. Fairy Charm UB. Prevent all damage done to the fairy type Pokémon. This card is attached to by attack from your opponent's Ultra Beast Pokémon GX. En Ultra Beast Pokémon GX. Oh, Ultra Beast Pokémon EX. Er is geen Ultra Beast Pokémon EX. Die is er niet. Waarom is dat? Oké, nevermind. Tentacool, Ponyta, Alolan Grimer, Cosmog, Litten. En hey! Black Market, when a Darkness Pokémon yours of your opponent that has any Darkness Energy attached to it is knocked out by damage from a Pokémon attack that player takes one fuel prize card. Dus Black Market is heel erg handig om te gebruiken in Darkness decks. Want op het moment dat een Darkness Pokémon met Darkness Energy. Dus. Het is Darkness Energy toch? Of is dat Drain? Nee, dat is Darkness. Whenever any player plays an item or supporter card from their hand, prevent all effects of that card done to this stadium card. Deze kan nog niet eens met een leaf blower weggehaald worden. Ja, via als je dus een andere stadium card neer zou zetten. Damn! Die is gemeen. Bisharp. Regular rare. Jammer weer. Black Market vindt Umbreon heel erg leuk. Maar goed, om eventjes weer terug te komen op mijn rent. Ik sta natuurlijk 800 Pokémon, maar waarom toch zoveel reprints? En waarom mensen maar van alle GX-blossingen juist? Ik bedoel, we weten dat er al meer reprints zijn geweest natuurlijk van andere GX'en. Duidelijk. Maar goed, Fighting 1, ik heb het weer niet opgeruimd. Het is te lang geleden dat ik een boosterbox heb gedaan. Even kijken, Electrocharge, flip 2 coins for each head, shuffle your electro-powered card from your discard pile into your deck. Electrocharge. Wat is electro-power dan? Misschien komen die ook nog wat tegen. Charmeleon, what a memory. Molga, Mareep, Vulpix, Joltik, Blitzel, reversed holo, Jirachi. Ik heb gehoord dat Jirachi echt door iedereen wordt gewaardeerd. En ik ben heel erg nieuwsgierig waarom. Once during your turn before you attack at this Pokémon is your active Pokémon, you may look at the top 5 cards of your deck, reveal the trainer card you find there and put it into your hand, then shuffle all the other cards into your... Volgens mij is het niet deze Jirachi, ik bedoel serieus. Galvantula. Nee, minder. Eevee, dat is geen eten. Hé. Hey. Dat is geen eten. Niet doen. Soms. Mijntjes, je kent het wel.
Ik moet zeggen, tot nu toe, die stadiumkaart vind ik wel heel erg gevaarlijk, inderdaad. Wat kan eigenlijk onze Magic Card? Daar heb ik ook niet even naar gekeken. Heel even snel erin. Enter the Dragon, flip a coin of heads, put a card that evolves from the Pokémon into your disco pile. Onto this Pokémon to evolve it. Dus, en dan is dat ook nog eens een keer een aanval. We hebben betere Magic Card gezien. Sorry nu mee, deze Magic Card is... niet helaas zo goed. Helaas voor de Magic Card liefhebbers. Goed, we hebben in ieder geval weer een Magic Card, dus alleen maar een goed teken. Eens even kijken. Zo maar naar voren toe. Nog even 1, 2, 3, 4. Goed. Ik heb weer het stapeltje niet gedaan, hè. Eevee, schijn nou eens uit. Kom op. Eevee is de hele tijd verkeerde dingen. Hij heeft genoeg nagespeeld, dus daar ligt het niet aan. Dus dat is absoluut het probleem niet. Fairy Energy. Lavender Town, once during each player's turn, that player may have their opponent reveal their hand. Oh, lachen. Waarom Lavender Town? Wartortle. Heliolisk. Magikarp. Poochyena. Alolan Geodude. Bronzor. Portini. Reverse Alolan. Once during your turn before your attack, you may put 3 damage counters on this Pokémon. If you do, set your deck for up to 3 damage of your darkness energy cards and put them to this Pokémon that shuffle your deck. Crushing Punch, discard special energy from your attack to Pokémon. And send GX Aanval, this attack does 50 damage for each damage counter on this Pokémon. Dat is echt gewoon een totale knockout in één keer dan. Hij heeft 250 HP. Aangezien dat hij dus zichzelf 30 damage moet doen en al gelijk 130 damage iedere beurt kan doen, is dit best wel ook weer een sterke kaart, in mijn mening. Goed, ik neem heel even een slokje drinken, dus knip wel eventjes naar voren. Nou ja, niet jullie, dat doet mij editen wel. Soms heb ik gewoon even een slokje drinken, namelijk nodig. Excuses daarvoor. Maar goed, volgende pakje. Al moet ik soms zeggen, bij sommige kaarten vind ik echt gewoon dan een beetje afgelijk van ja, natuurlijk, dat zijn meta-kaarten, want die worden gelijk in meta-decks gebruikt. Al is dit er nog niet eens zo weet. En Sinnoh is er niet één. Ik weet zeker, de Black Market is er eentje. Daar is er ineens heel erg blij om dat ik die natuurlijk voor elkaar heb gekregen. Al heb ik nog niet echt een meta-deck. Oh, spoilers! Dankjewel, René's gezicht. Heb ik dus nog niet echt, een Darkness metadeck gezien. Goed, nou, in ieder geval. Een Psychic Energy, Flaffy, een Omanyte, Tauros, Paras, Volbeat, Pidgey, Honedge, Nidoran, Alolan Geodude. Huh? Alolan, ik bedoel deze ook zoiets, weet je wel? Die is pas geleden uitgekomen. Waarom? Ja, ik weet het jongens, ik zit te veel tof over de reprints. Zijn er ook nog positieve dingen op het moment over deze team-up? Nou ja, we hebben nog niet een speciale GX gevonden. We hebben nog niet de Tag Team GX gevonden. En vergeet niet, we zitten op de Snorlax en Eevee. Of ja, Eevee en Snorlax hebben we als het dieet te wachten. En die wil ik zeker vinden, maar we weten allemaal in welk pakje dat die zit. Die zitten natuurlijk in zo'n Eevee en Snorlax pakje. Maar ja, we hebben tot nu toe al best wel leuke dingetjes te pakken gekregen. Dus waarom ook niet? Appeltje schoen, hartstikke mooi. Evelyn, Eevee! You can play this card only if your opponent's active Pokémon is a stage 1 Pokémon draw 4 cards. Nice. Nalu. Wees blij dat het Nalu is en niet Nudo. Maar ik zeg je, je zou Nudo echt niet mee willen confronteren. Maar kijk eens. Nee, dank je. Farfetch, Pidgey, Bronzor, Poochyena, Nidoran, Pancham, Reverse Holoflower. Wat is een Rainbow Rare? Tag Team Rainbow Rare Gengar GX. Poltergeist, your opponents reveal their hand. This attack does 50 damage for each chain card you find there. Over house, your opponents can't play any cards from their hand during their next turn. If this Pokémon has at least one energy card attached to it. Each player draws cards until they have 7 cards in their hand. 240 HP en als hij dus uitgeschakeld wordt, 3 damage counters. Ik pak heel eventjes gelijk mijn sleepies erbij, want jeetje. Ik bedoel, serieus, dat had ik niet even verwacht. Nou ja, had ik eigenlijk bij de opnamesessie al gelijk even die dingen erbij moeten hebben, maar damn!
Al ben ik heel eerlijk gezegd hier blij mee. Ik bedoel, ik weet niet hoeveel tagteams dat er in een boostbox zitten. Ik hoop dus natuurlijk wel veel. Ik weet niet of ze echt heel erg extreem rare zijn of iets in die trend. Maar ik bedoel, ik zelf ben geen fan. Sorry! Van Rainbow. Ik ben geen fan van Rainbow. Dat heeft te maken met, ik vind de Rainbow kleuren, vind ik... Zo, hoi. Ik vind de Rainbow kleuren vind ik niet zo mooi als, ja, hoe zeg je dat op zo'n Nederlands? Als de Full Art bijvoorbeeld. Ik vind de Full Art vind ik hartstikke mooi, ik vind de groene vind ik heel erg mooi. Maar de Rainbow, nee, ik bedoel, als je dan kijkt naar mijn YouTube-verzameling die ik dus heb, nou die begonnen vanaf X&I, nou in X&I had je dan nog gelukkig geen Rainbows, maar vanaf de GX-series. Ik heb geen enkele... Ja, ik heb een Rainbow Espion uit het hoofd dat ik die heb. Maar ik vind de Full Art vind ik zelf persoonlijk veel mooier. En ik heb weer de kaartjes laten liggen. Stevie toch, wanneer leer je het? Nooit. Oh, wacht, hier heb ik nog steeds mijn reverse holo. Oeps. Maar we hebben nog geen holo red pak gekregen. Dus die hebben we ook nog dadelijk een stapeltje voor. Heb ik al. Mooi. Energie. Ja, soms moet ik ook nog heel eventjes kijken. Torcat, Brock Squid, Pokémon Communication, Litten, Zorua, Weedle, Joltake, Blitzel, Jinx Reverse Holo, en Nidoqueen. Oh, regular rare. Nou, jammer. Maar ja, we hebben een behoorlijke Rainbow Rare Tag Team te pakken gekregen. Ik hoop echt dat we die Snorlax kunnen vinden met Eevee erbij. En dan, ja... Ik heb ze eigenlijk allebei gezien. Ik wil ze ook allebei gaan voor elkaar krijgen. Dus als ik ze allebei te vinden kan krijgen of ergens los zou kunnen kopen of weet ik voor wat, dan ga ik echt zeker voor. Het maakt mij niet uit hoe dat ze competitief zijn, omdat ik verzamel gewoon echt alle lieve kaarten. Dat is gewoon mijn ding. Maar ja, de Rainbow Rare? Nee, niet echt. Goed. Fire Energy. Ik vind hem nog steeds heel erg mooi om heel eerlijk te zijn. Midorino. Dangerous Drill. Jump. Larvitar, Psyduck, Vullaby, Weedle, Helioptile, Reversed Hollow Mug en een Beedrill. Beedrill. Hier heb ik veel verhalen over gehoord. Hier heb ik eventjes over. Geloof me, deze kaart, het lijkt wel op regular rare, is het ook, maar damn, deze is gemeen. Destiny Stinger. You can use this attack only if this Pokémon has any damage counters on. Both active Pokémon are knocked out. Dit wil dus zeggen, op het moment dat je deze Rainbow Energy zit, ik heb hier al een meta-deck van gezien. Die hebben dan een Beedrill, die hebben ze dan klaar liggen. En op het moment doen ze er Rainbow Energy onder en het killt gewoon GX-decks. Dit is echt gewoon de GX-killer. Oké, dan heb ik wel gezien hoe dat heel makkelijk te counteren is. Sorry voor dat er geen Weedle op de bench kan komen. Maar Beedrill is zeker één van de kaarten. Daar wil je echt voor gaan. Ik heb hem met heel veel dingen gezien. Ik heb echt een heel veel decks gezien. Ik sta er echt van te kijken hoe sterk dat er wel niet is. Want als je dus die tagteams hebt en je zet er dus een Beedrill voor, dan one-shot je dus praktisch een Beedrill of een tagteam kaart. Bijvoorbeeld de Waylord van Magikarp van de vorige aflevering, 300 HP, maakt niet uit. Oké, je hoeft je Beedrill erop, maar die tagteam is ook gelijk weg, hè? Gelijk foef, weg. Super extreem. Maar goed. Lightning, volgens mij is dit de eerste Lightning die ik vind. Nou ja, buiten dat, ik ben weer helemaal vergeten om deze kaartjes op te ruimen. Oepsie! Lightning Energy, Hitmonchan. Echt serieus, die art van deze Hitmonchan. Jasmine, Dragonair, Pansum, Ferroseed, Pichado, Charmander, Staryu, Reversed Holo, Alolan Marowak en Bill's Analysis, Holo Rare. Look at the 7 cards of your deck. Look at the top of your 7 cards of your deck. You may reveal up to 2 trainer cards you find there and put them into your hand. Shuffle the other cards back into your deck. Handig als je trainers dus nodig hebt. Vergeet niet, supporters zijn ook trainers. Dat vergeten heel veel mensen eigenlijk wel. Maar ja, we hebben dus een holo red. Dus dat is heel netjes daar boven neerzetten. Waarom ook niet? Goed, zo. Gelijk eventjes deze dit opruimen. En ik zit op een stapeltje hier links. Dus ik ga gelijk over naar het andere stapeltje. En dan gaan we weer gelijk eventjes de Snorlax. Want als er Snorlax en Eevees te vinden zijn... Dan zou dat wel in die pakjes zijn. En dat vind ik dan heel erg leuk om daar natuurlijk de... het einde mee te bouwen. Zullen we er gewoon eentje tussendoor doen? Oké, weet je wat? We doen deze paneel even hier tussendoor. Dus even kijken. Ik heb er hier nog eentje liggen. Die gaat dan nog daarbij. Dat is een van de eerste die we dan dadelijk gaan pakken. En dan beginnen we gewoon... We doen er gewoon eentje. Kijk wat ze er lukt bij. Ik denk het wel. Dat zit er wel eens in staan. Ik zit op het pakje.
plaatje. Kan niet missen. Dit brengt geluk. Dit brengt geluk. Dat kan niet anders. Het zal waarschijnlijk ook nog eens een keer een Magic Card met zich meebrengen of zo. Ik weet het niet. Maar dit gaat ons geluk brengen. Dit gaat ons zeker geluk brengen. Ik heb hier een super goed gevoel over. Laten we eens heel even gaan kijken. Nee, er is geen spannende muziek. Het is nog niet het laatste pakje. Fighting Energy. Kakuna Ratata. Golduck. Doublade. Pidgey. Honedge. Nidoran. Magikarp! Ik wist het, dat is al een goed teken. Poochyena, Reverse Holo Nidorino en... Oké, het is regulier erg, dat is wel jammer, maar... Lapras, op zich niet verkeerd. Komt omdat we hem te vroeg hebben gespeeld, ben ik bang. Ik denk dat we gewoon... Omdat we hem te vroeg gepakt hebben. Zo van, nee, jij zou ons als laatste pakken. Waarom ook niet? Zou zomaar kunnen. Goed. Nou weet ik in ieder geval wel, de Gengar en Mimikyu. Ik weet niet, het ligt er natuurlijk aan, het is altijd een rok in verband, ja. Hoeveel trainers heeft de tegenstander in zijn hand? Hoe groot is zijn hand? En doet hij dan nog wel genoeg damage? Want jij wil zo min mogelijk energie, zoveel mogelijk damage doen en zo snel mogelijk aan energie komen natuurlijk. Waterenergie, Dangerous Drill. Wat doet hij eigenlijk? You can play this card if you only discard a darkness card from your hand. Darkness Pokémon from your hand. Discard a Pokémon tool or special energy card from one of your opponent's Pokémon or discard any stadium card in play. Hou er wel rekening mee. Deze kan er dus niet, die staat niet voor geëffecteerd, maar... Discard a Pokémon tool or special energy card from one of your Pokémon or discard any stadium card. Het is eigenlijk gewoon een leafblower, alleen dan... Ja, dat je ook special energy weg zou kunnen halen. Maar dan moet je een discard, dat is niet iets handig dus. Maar ja, Alolan Graveler, Almanite, Emolga, Staryu, Poochyena, Alolan Jigglypuff, Paras, Reverse Holo Mimikyu. Ik was altijd vergeten, want ja, het is een Ghost Fairy type, dus hier is hij natuurlijk een Fairy type. En ja, van, volgens mij was het bij de andere was het gewoon inderdaad Psychic en nu is het dus de Fairy, dus het is eigenlijk geprint in een ander team-up. Hologram Ultra, stop burnen. Discard a fire energy from this Pokémon, then discard a card from the top of your opponent's deck. For each energy you discarded this way, fire spin 180 damage. Discard 3 energy from this Pokémon. Volgens mij was dit een pre-release card, maar don't quote me on that, want dat weet ik niet zeker, want ik heb helaas geen pre-release kunnen deelnemen. Wat ik eigenlijk best wel jammer vind, maar ja, je kunt natuurlijk niet alles hebben in het leven. Goed. Eens even kijken. Zo. Natuurlijk alleen nog maar zitten natuurlijk met alle pakjes kippen te krijgen. Nou, we zien al in ieder geval een Weedle. Hoera, hoera. Nee, ik heb de Beedle heb ik dus inderdaad in actie gezien en ik schrok er behoorlijk van. Ik zat echt zoiets van, wow, dude, it's harsh. Goed, Fighting Energy, Nanu, Hitmonlee, Doublade, Weedle, Volby, Rattini, Zorua, Psyduck, Reversed Holo Electrode. Oké, jongens, serieus. We lopen weer een beetje op een flatline. Vind ik weer een beetje jammer, dit. Echt jammer. Kom op, jongens. We willen geen flatline. Gewoon... Maar aan de andere kant, we hebben nog niet de Eevee en Snorlax pakjes natuurlijk opgehaald. Die hebben we allemaal uitgehaald. Maar in ieder geval, dat is goed gerendomized. Weet je, hier nog de tijd van Sun and Moon. Oh, dat was echt erg. Die tijd van Sun and Moon. De eerste Sun and Moon hadden ze dus echt helemaal fout gemaakt. Dat is gewoon echt het patroon van hier zit ik in en hier zit niks in. Echt heel erg jammer. Gelukkig is dat weer een beetje random gemaakt. Nou ja, extreem random. Staalenergie, Nita, Nidorina, Dualblade, Pidgey, Emolga, Magikarp! Execute, Helioptile, Meowth. Daar zit het over de water. En Force GX, Energie. Electric power cards from your discard pile into your hand. Impact Bolt. Discard all energy, lightning energy from this Pokémon. Electro GX, set your deck up to 7 Pokémon, reveal them and put them into your hand, then shuffle your deck. Impact Bolt is niet zo erg verkeerd, ik ben serieus. 150 damage voor 2 energie. Oké, okay, je moet er een steeds 2 voor hebben, maar... Maar dan vraag ik me eigenlijk dan nog steeds af. Wat is Electro Power? Wat is die Electro Power? Ik heb hem nog steeds niet gezien. Of ik mis iets gewoon. Ik ben gewoon hartstikke op bezig op het moment. Kan natuurlijk ook. Niks is onmogelijk. Ik wil meer ruimte. Dus alsjeblieft kun je mijn doos gaan heel eventjes aan de kant. Eens even kijken.
vier kaartjes hebben, dus ja, soms denk ik bij mij dat ik gewoon heel veel dingetjes verkeerd in voor fairy energie. Kakuna, Nidorino, Judge Whistle, Vulpix, Pinchamp, Squirtle, Klefki, Voltorb, Ponyta Reverse Holo en een holo rare Nidoking. Meh. Volgens mij zat hij wel in een van de themadecks. Speaking of, ja, ik mis hier een reversed hollow Meowth. Die zag ik hier nog toevallig net tussen liggen. Net op tijd. De themadecks die hier bij deze uit zijn gekomen, de vorige dag zag ik nog bij dat er dus een NT en een Raikou themadeck uit zijn gekomen. Die zijn beide heel erg goed. De NT is super goed en de Raikou vind ik ook erg goed. Ik heb ze online uitgeprobeerd. NT heb ik in real life. Die zijn echt spoilers, dankjewel René gezegd. Die zijn zeker heel erg goed. Dus de Raikou die bleek dus ook heel erg goed te zijn. Maar in deze vallen ze toch wel weer tegen. Vertel ik dadelijk meer over Darkness Energie. Tentacruel, Evelyn, Pupitar, Mareep, Ferroseed, Charmander, Meliaptile, Mankey, Reverse Holo Primate die in de droger heeft gestaan en dus zou geraden is omdat er één grote flutbal is geworden. En een Holo Rare Jirachi. Nice. Maar ja, nou ja, ik moet niet zeggen van nee, we zitten te wachten op, want die zit gewoon in die pakjes van Eevee en Snorlax. Die zit daar gewoon in, dat kan gewoon niet anders. Heel erg simpel. Maar goed, in ieder geval, Themadex, Blastoise en Charizard had ik gezien. Charizard deck valt extreem tegen. De enige goede Pokémon die er inderdaad daadwerkelijk in zit, waar je snel damage mee zou kunnen doen tot het themadeck goed samenwerkt, dat is Charizard. De rest valt eigenlijk behoorlijk tegen, in mijn mening. Jullie kunnen natuurlijk een andere mening hebben, daar ben ik heel erg eerlijk in. Blastoise deck ziet er iets beter uit, maar vergeleken met de andere themadecks die uit zijn gekomen, zou ik het niet echt aanraden om eerlijk te zijn. Goed, stroomenergie. Sabrina Suggestion, ik bedoel, Torracat, neem dan eerst even de Village, Jinx, Honedge, Weedle, Dratini, Alolan Grimer, Ponyta, Reverse Holo Proxgrit en een regular gerg Skarmory. Proxgrit trouwens, van dingen die zoeken inderdaad terug. Weet wat, als je 6 Pokémon mag, 6 Pokémon of 6, een combinatie van 6 Pokémon energie terug mag shuffelen in je deck van je discard pile, die is weer terug. Maar goed, in ieder geval, themadecks zijn natuurlijk hartstikke leuk als je gewoon een leuk potje wil samenspelen. Oké, je hebt geen GX, je hebt geen 100 GX of wat dan ook in die trend. Maar je hebt dus wel dat je dus gewoon eerlijke decks tegenover elkaar zal hebben. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, de themadecks die dus uit zijn gekomen, zijn niet echt een aanrader vergeleken met de andere themadecks die al uit zijn. Ik ben heel eerlijk in, ik bedoel serieus, dit mag wel komen. Psychic Energy, Charmeleon, Unidentified Fossil, Farfetch, Grimer, Execute, Larvitar, Meowth, Nidoran, Reverse Holo Mareep en Rigmarijk. Dat kom nou toch jongens, het is weer veel te lang stil geweest. Ik bedoel, we willen de vrolijke jingle weer horen. Jingle all the way, geef een vrolijke jingle met de Pikachu zeg gewoon, waarom ook niet? Dan moet ik het wel zeggen dat ik het altijd hartstikke leuk vind op het moment dat er een videohoespakje staat. Zo'n verpakkingspakje. Net zoals weet jullie nog mijn hashtag Luckyon? Ach, wat was dat een lol zeg. Het enige nadeel was wel, dat was... Nee, dat jok ik wat ik wou zeggen. Glaceon, die zat er namelijk ook nog bij. Dus, hele goede kaart ook. Glaceon vind ik echt awesome. Vind ik nog steeds awesome. Lightning Energy. Rapidash. Return Label. Kangaskhan. Alolan Geodude. Ja, ik zei het al. Bronzor. Dratini. Tentacool. Ponyta. Reverse Holo Golbat. Ja, maar niet de Golbat, yes, maar noem ik het. Zo! Volpon Evelyn. You can play this card only if you are a Pokémon. Active Pokémon is a stage 1 Pokémon for all 4 cards. Ik weet niet of die echt vaak gebruikt wordt, want ja, natuurlijk is het een hele fijne kaart dat je gelijk 4 kaarten zou mogen pakken. Vergeet niet de andere, zoals Gauw bijvoorbeeld en... die andere Tyranno die had je. Dat waren allemaal van die kaarten waarvan dat je zegt van... Zo! Drie kaarten. Maar deze is dus 4 kaarten. Maar dat is alleen dus maar als je een stage 1 Pokémon hebt. Dus... als je opponent active Pokémon een stage 1 Pokémon is. En een stage 1 is dus niet een basic, hè. Stage 1 is de eerste evolutie. Dus ik weet niet of heel erg praktisch is. Ik zelf zou het ook echt...
echt niet mee. Ik zou echt gewoon als droogste Ford nodig heb, zou ik echt een andere ring proberen. Ik vind hem nog wel een heel erg mooi design. Plus vergeet niet, Evelyn is een van mijn EV's die hier op de bank zit. Evelyn die zit trouwens hier is ook nog eens een keertje mijn EV die op Pokémon Let's Go zit. Maar dit is mijn Evelyn right here. Maar Stevie, hoe hou je al die EV's uit elkaar? Geloof me, dat zou je niet weten. Ik heb een naamlijstje op Discord, serieus. En ik onthoud het al veel. Fire Energy! Zullen we eerst niet eventjes deze rommel eventjes opruimen? Tuurlijk! Noem jij Pokémon kaarten nou rommel? Snapte ik. Je hangt wel heel veel meer naar voren, maar dat maakt niet uit. Persian, Farfetch, Cosmoon, Cosmog, Magikarp! Zolmar, Larvitar, Psyduck, Shaman, Prism! Prism zijn ook nog een ding, ja! This attack does 30 damage times the amount of basic energy attached to all of your Pokémon. Dat is wel handig. Alleen vergeet niet, we hebben ook Pokémon gezien die maar één energie nodig. Dus dit voor een Prism. Zit jij al niet genoeg in deze set? Het is de eerste die we tegen zijn gekomen, maar zit hij niet al genoeg in deze set? Nee, daar blijven we nog vanaf. Dat zijn de laatste pakjes. De EV-pakjes zijn de laatste. Wil je nu zelf ook een keer langskomen om de gezelligheid te ervaren, je deck uit te proberen, een deck te maken of rondkijken naar de geweldige games en collectibles die er te koop zijn? Kom dan gezellig langs bij René Cards. Deze is te vinden op het Fonteinplein 22D in Naaldwijk. Of bestel je producten online op www.renécards.nl. EV-hype, hashtag EV-hype. Goed. Nee. 1, 2, 3, 4. Alles opruimen. Staalenergie. Electrocharger. Ja, dat is weer die electropower. Maar waar is dan die electropower? Is dat dan lightningenergie? Hit and run. Magnum Punch. Grass Memory. Mareep. Charmander. Honedge. Pidgeotto. Nidoran. Reverse Hollow Pharaoh Seed. En een Hollow Rare A-slash. Jee. Leuk. Ik moet eerst dit opruimen, dan pas eigenlijk het volgende pakje pakken. Anders komen we nergens. Zou zonde zijn. Dus. Als ik één ding nog steeds heel erg gaaf vind, is dat EVGX. Maar wat ik jammer vind, is dat dit gewoon in een boosterpakje kan zetten. Ik snap dat EVGX, het is nog eens een keer een basic Pokémon. Die kan evolueren tot in een andere GX of juist een GX wat heel erg apart zou zijn. Maar goed, het kan. Dat vind ik nog altijd wel grappig, maar ik bedoel serieus, je mag echt. Stop nou eens met itchy neus. Super vervelend. Goed. Darkness energie. Metal Goggles, Golduck, Grass Memory, Weedle, Joltik, Blitzel, Paras, Vullaby, Zorua, Reverse. Oh, de Zorua was reversed. Was veel te snel. Dus een Bronzong. Gewoon regelrecht. Ga boven op de Magikarp liggen. Mr. Mime zitten. Ga niet boven op de Magikarp liggen, alsjeblieft niet. Magikarp is geweldig. Maar wat is dit? Ik ben tot dan verborgen. Waarom zijn ze er nog niet? Serieus? Ik bedoel, ik weet dat ik er veel over mag. Maar ja, ik ben er ook geen invitering voor. Ik heb daar niet bij mijn kreeg op gevraagd om daar flink over te mogen zuipen. Dus zuipen. Nieuw woord, 2019, trainer Stevie. Goed. Echt, ik wil naar de EV-pakjes, ik ga er water op gooien. Fire Energy, Spiritomb, Viridian Forest. Wat kan die eigenlijk? Once during each player's turn, the player may discard a card from their hand. If they do, the player searches their deck for a basic energy card, reveals it and puts it into their hand. Then the player shuffles the deck. Oftewel, je kunt constant energies blijven, dat is op zich wel een hele handige. Rapidash, Pidgey, Dratini, Ponyard, Alolan Grimer, Ponyta, Reverse Hollow Nidoqueen en een regelrecht Pinsir. Flip 2 coins if both of them are heads, your opponent's active Pokémon is knocked out. Dat is een hele kleine kans. Volgens mij in totaal 25% kans. Nou ja, toch. Maar ja, 1 op 4 is toch wel een kleine kans hoor. Als je echt een bundle zou hebben. Plus, het kost 3 energiekaarten. Dus
Oh, echt, ik hoop zo dat de Snorlax en Vie in de andere zitten. Ik hoorde nog een Magikarp tegen me zeggen. Want ik geloof. Nou ja, gewoon wat is er dan? Op die vuurenergie. Stroomenergie. Water Memory. Golduck. Dana. Joltik. Blitzel. Squirtle. Tentacool. Grimer. Reversed Hologram. Ja, echt. Hoe vaak is dit keer dat we dit tegenkomen? Dus zo vaak komt het gelukkig niet voor. En een regulier Marowak. Dit is wel grappig, want dit is namelijk dezelfde als de vuur Marowak, alleen dan is dit nou de psychic versie ervan. Ja, oké. Weer zo'n reprint, maar dan, weet je wel, met een ander type. Dus je hebt dezelfde kaart, maar dan als ander type. Ik snap niet waarom dat echt een ding moet zijn, maar het gebeurt wel vaak, jammer genoeg. Dolf had het niet zo ook kunnen gebruiken de volgende plek. Ik wil niet vaak genoeg zeggen. Sorry. Ik had echt niet vaak genoeg zeggen. 1, 2, 3, 4. Hoppakee. Rasenergie. Appeltjes groen, zoals ik al gezegd. Viridian Forest. Tentacruel. Igno en Emmet. Ponyard. Alolan Geodude. Mankey. Fancham. Ferroseed. Reversed Hollow Paris. En de blaadstof van het themadek. Nou, ik zal jullie heel even laten zien. De blaadstof van het themadek is dus heel erg goed. Vergeleken met de Charizard. In verband met zijn Powerful Squall. Once during your turn before your attack, you may look up to 6 cards from your deck and attach any number of water energy cards you find there to your Pokémon in any way you like. Shuffle the other cards back to your deck. Dus op het moment dat je deze hebt, mag je de 6 kaarten trekken, vind je waterenergie, alle waterenergie die je vindt, mag je gewoon aan je Pokémon geven. In elke weg die je geeft. Hier. Attach it to any Pokémon. Dus ook al heeft jouw Pokémon geen water, is geen, zelf geen water Pokémon, mag je deze nog gebruiken. Dus daarom is Blastoise in mijn mening beter als Charizard. Charizard die kan inderdaad zichzelf schade geven en dat je 2 vuurenergie aan hemzelf mag geven. Maar die moet je weer discarden bij zijn eigen aanval. Oké, Blastoise zelf heeft een aanval, doet zijn eigen damage. Maar gewoon dat je dus al je Pokémon energie kan geven via een Blastoise non-stop. Goed, nou in ieder geval, we hebben nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pakjes van Eevee en Snorlax. Eevee en Snorlax team, tag team, alsjeblieft. Nee, is er maar één tag team in boetepot. Dat zou heel erg jammer zijn. Echt, dat zou ik heel jammer vinden. Maar ja, aan de andere kant, we hebben een Rainbow Red pakken gekregen. En een Full Heart. Ik mag het niet overklagen. Maar de spanning stijgt nu. Goed. Ik heb de kaartjes weer niet opgeruimd. Wordt echt een ding voor mij, ik weet het jongens, sorry. Goed. Fairy Energy, War Turtle, Tauros, Persian, Pidgeotto, Charmander, Staryu, Litten, Zorua, Reversed Hollow. Dit is een goede start. Cobalion GX. Metal Symbol. Each of your Pokémon that has any steel energy attached to it can be affected by any special conditions. Remove any special conditions of those Pokémon. Dual Staber. If there is a Stadium card in play, this attack does 60 more damage. Dit is echt een damage. Dit is echt een Pokémon die je dus op de bench wil hebben. Benchport Pokémon. Iron Rule. During your opponent's next turn, there are Pokémon can't attack. This includes Pokémon that come into play. Dus oftewel, je hebt één extra draw bird dat je dus veilig zou kunnen staan of een Pokémon in zou kunnen zetten of een extra supporterkaart. Op zich wel een hele andere GX, mocht dit nodig zijn. En ik weet dat de andere nog niet gesleept heb, zou ik, maar dat zou ik eigenlijk zelf eventjes gaan doen. Dus editor, knip wel eventjes dat ik dat vergeten ben, voei, zou ik. Oké, volgende pakje. Alles is nog netjes gesleept, behalve de prisms, maar er zijn opnames die gedaan moeten worden. Ik moet nog heel even naar de winkel en dit begint al zelfs in de late uurtjes te komen. Want als ik een unboxing doe, dan doe ik dat dus in één fel swoop. Of ben ik heel erg nieuwsgierig naar de Timbox die dus 22 februari uit gaat komen. Waarom ook niet? Oké. Eevee en Snorlax, kom op. 1, 2, 3, 4. Dat is de enige kaart die ik uit deze set zoek. Nou ja, 2 kaarten, want je hebt natuurlijk de volle item gewoon met een manier. Goed. Waterenergie. Hitmonlee. Dina. Kabuto. Cosmog. Voltorb. Squirtle. Bronzor. Klefki. Reversed Hollow Nidoran. Martiana. Oké, sorry. Dit lag aan Snorlax. Dit lag 100% aan Snorlax. Duidelijk. Next.
zijn er bijna doorheen hier zelf. Dus begin. Nou ja, we weten dat hij. Als hij ergens in zou zitten, dat hij hierin zou zitten. Is dat echt zo? Nee, maar. Ivy brengt geluk, zeg ik altijd maar. We got this. Ja, aan de andere kant heb ik weer een reden om naar René toe te gaan. Om die kaart te betalen. Ik hoor het, zoals jullie net in de trailer zagen toen ik zei knip. Oké. Okay. Psychic Energy. Fluffy. Morgan. Spiritomb. Meowth. Nidoran. Larvitar. Psyduck. Vulpix. Reverse Holo Dratini. Primate buiten de oor. Ik vind het wel jammer dat je nou niet weet die wasmachine. Weet je wel, dat was zo grappig. Oké, 5 pakjes nog. De bovenkant misschien wel makkelijker. Maar ik heb geen hele trol meer uit ondertussen. Hij zei trol. Spannend haar. Oké. 1, 2, 3, 4. Let's do this. Darkness Energy. Lolan Graver. Brock Squib. Cupitar. Voltorb. Klefki. Charmander. Mankey. Litten. Nita? Reverse Holo Nita? You can only play this card if your opponent's active Pokémon is a basic Pokémon. Put an energy card from your opponent's active Pokémon on top of their deck. Dat is gemeen. Dat is gewoon gemeen. Mimikyu. Darn it. Ik weet dat iemand hier zou echt... Mimikyu fans zijn heel blij met Mimikyu. Zeker dat hij wel niet prima heeft gehad. Sorry, ik ben minder enthousiast, want... Het had namelijk de Eevee en Snorlax kunnen zijn. Sommige pakjes zit super lijf op hoor. Die grap blijkt natuurlijk ook altijd terugkomen. Goed. Kom op Eevee en Snorlax. Tot nu toe heb je niet echt veel... Ja, je bent gelijk begonnen inderdaad met de Cobalion. Maar we willen toch een hele andere specifieke kaart zien. Vuurenergie, Omanyte, Kangaskhan, Heliolisk, Squirtle, Tentacool, Paras, Ponyard, Staryu, Judge Whistle, Reverse Holo, Holo-Rex, Arenatar. Oh boy. Ik zag te laat op deze. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Eboei, 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 eboei. Last 3 turns. Nou ja, 3 turns, 3 pakjes. Want ik geloof in jou. Gaan we vaart er even nog strak in gooien. Lightning Energy, Kakuna Ratata, Buff Padding. Spiritomb, Rhymer. Tentacool, Pidgey, Dratini, Ponyard, Reverse Holo Zeraora. Pidgey! Ja, jongens, sorry dat ik even daarop Y zeg. Maar om heel eerlijk te zijn, ik ben geen fan van de nieuwe Legendaries of Mythical of wat ze er allemaal wel niet in gooien. Ik bedoel, serieus, er zijn er genoeg ondertussen. Sun and Moon was al bekend welke Pokémon en dan toch nog elke keer weer even er een nieuwe Pokémon insnijden. Is nergens voor nodig. In mijn mening. Ja, maar nobody cares about your mening. Jammer. Ik wil een beetje jammer. Kom op. Nog geen 40 meer over. Hey, serieus, je kunt het hier al zien hoe dat de pakjes wel niet vastgelijmd zijn. Daar kun je het gewoon echt aan zien. Het is gewoon echt erg dit. Loslaten. Oké. Eén laatste pakje. Please, game. Game, please. Het omen tot ik weer die kaarten laat liggen. Pam, 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 pam. Staalenergie. Ik ga hem ondersteboven. Cosmoon. Persian. Lavendertown. Pidgeotto. Nidoran. Cosmog. Magikarp is een goeie teken. Sorry, first Holo Mankey. Fallout en Cineroar. Yay. Hopen ze nog niet verloren, jongens. We hebben nog één pakje.
Zijn er nog één pakje, Jackie? Kom er even bij. Jackie. Maar ook niet. Goed. Kom op, Jackie. Ik heb dit. Heel spannend maken. En het laatste pakje. Ik weet dat je eens wat op tijd is dat we in kunnen zitten. Namelijk. Dat is het grootste probleem. Het kan van alles zijn. Het kan er één zijn, het kunnen er twee zijn, het kunnen er drie zijn. Ik weet niet hoe dat ze die dingen erin hebben gegooid. Goed. Here we go. Unidentified fossil. Rise. Execute. Fangman Seed. Meet up. Lone Judy. Grimer. Honex. Does it reverse the law? De Shaman vind ik persoonlijk zelf niet heel erg goed. We hebben een hele mooie full art te pakken gekregen. We hebben Gengar en Mimikyu GX te pakken gekregen. Mr. Mime GX, meh. Ampharos en twee Incineroar, zowel de full art als de gewone. Dus, en op zich, hoeveel Magikarps hebben we wel niet? Want ik denk dat daar onze Mime zeker heel erg blij mee zou zijn. Dus even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Magikarps gewoon. Dat is zeker heel erg nice. Dus op zich, overal is dit geen slechte box geweest. Het is een hele leuke box geweest. Ik vond het hartstikke leuk om te unboxen. Ik had toch liever die Snorlax en Eevee te pakken gekregen. Maar maak je geen zorgen. Er is nog genoeg tijd om die Snorlax en Eevee te pakken te krijgen. En anders wel is er nog altijd de losse kaartverkoop. Op het moment dat je dus op zoek bent naar een specifieke kaart. Wat een Eekhart gelukkig ook doet. Yo. Ik denk jullie voor het kijken. Hoop jullie allemaal te zien bij de volgende video. En ja, laat een like achter als je dat in de tijd hebt. En niet te vergeten, ben je een keertje in de buurt of heb je een keertje zin om ook wat nieuwe kaarten? De link van René Kart staat natuurlijk in de beschrijving. Jongens, tot de volgende video of livestream. Doei!